Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Mijn naam is Danielle, super tof dat je weer kijkt. Het is vandaag weer maandag, dus weer een nieuwe vlog om te starten. We hebben een heerlijk weekend achter de rug. We zijn in Naturalis geweest, konden jullie wat shots van zien in de vorige vlog. We hebben het echt heel erg leuk gehad. Nu is het weer tijd om aan het werk te gaan en ook weer tijd om naar kantoor te gaan vandaag. Dus daar ben ik me voor aan het klaarmaken. Ik heb al even gedoucht. Mijn haar weer even gewassen, dus de hele rattenplan, boterhammetjes gesmeerd, spulletjes ingepakt. Dus eigenlijk kan ik vertrekken. Ja, en dan heb ik tegenwoordig dus een nieuw dilemma, maar hij is nog een beetje wild, zie ik. Welke jas ga ik aan doen? Ik heb natuurlijk nu zoveel jassen ineens. Ik denk dat ik gewoon lekker voor deze ga. Het schijnt, zei Jeroen net, dat er een koude front aangaat. Maar deze heb ik best wel veel gedragen de afgelopen tijd. En deze is natuurlijk nieuw. Dus ondanks dat hij ook nog wel te warm is voor vandaag, denk ik. Dus misschien doe ik toch nog deze keertje aan. Want als het straks echt kouder wordt, dan is deze weer te koud. Dus ja, ik ga toch nog deze aan doen. Oh-oh. Komt die tijd er weer aan? Ik hoop niet dat ik moet krabben nu. Oh nee! Hier was ik nog helemaal niet op voorbereid. Het is veel kouder dan dat ik dacht. Het is 3 graden. Oh shit. Oh, daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd voor. Nou goed, krabber zoeken maar. Oh, daar heb ik zo geen zin in. Daar hadden we geen last van tijdens corona. Ah, heb ik even geluk. Ik kom net aanlopen. Ik zie het mij struggelen. Ik wilde net uitstappen om te gaan krabben. Maar... oh, wat een engel is hij toch, hè? Ik hou zo van die man. Hij heeft in ieder geval wijs goede timing. Volgens mij is het koud. Zie je dat? Dankjewel, schatje. Kijk eens eventjes. Eigenlijk te wachten. Je hoorde me denk ik niet. Ik zit eigenlijk te wachten tot hij iets geks gaat uithalen met me. Ik heb een camera sloot in mijn nek. Ik zie het er als een kop gewoon. Nee, hij weet nou dat ik het verwacht. Nou, doei! Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. Gisteren weer een lange dag op kantoor gehad. En daarna zo druk geweest met van alles en nog wat. Dat ik... eigenlijk geen tijd meer had om te vloggen. Waaronder dat ik weer even moest bijspringen in de zorg voor degene in onze omgeving die het zorg nodig heeft. Ik vind het gewoon belangrijk dat als er iemand is in je omgeving die je kan helpen, dat je dat op elke mogelijke manier doet wat kan. Dus ja, dat zal de komende tijd wel wat vaker gebeuren. Deze dame, die heeft vandaag... Stiniedag! Stiniedag! Au, is lekker thuis. Ik bijt op mijn eigen duim. Dus ik begin vandaag sowieso even thuis. Jeroen heeft mij net al lekker verwend met lekkere vitamintjes, ontbijtje. Nee, die is van mij. Ik wil je hand. Ik wil je hand. Nee, die is van mij. Ik geef jouw hand. Ga straks eventjes naar kantoor, want daar heb ik een afspraak. Maar daar kom ik ook snel weer terug, want het is voor haar natuurlijk wel zo gezellig. Ik ga dus snel aan het werk. Even een bijtje op eten. En natuurlijk, tijd voor koffie. Nou, ik ben weer lekker thuis. Het is inmiddels 2 uur alweer. Veel langer op kantoor geweest dan natuurlijk meer de bedoeling was. Dus ik ben nu alsnog even lekker eten aan het maken, want ik had natuurlijk geen eten meegenomen. Maar ja, gaat het altijd op kantoor? Oh, je bent er! Mag ik je wat vragen? Nou ja, zo gaat het dan altijd. Maar goed, wel weer goede gesprekken gehad. Ik ben nu even lekker... wat is het? Ik heb dit recept al vaker gemaakt. Het is eigenlijk ei met mozzarella. Vaak doe ik het dan in de tosti-ijzer of in het wafelijzer. En dan krijg je een soort boterhammetje. Maar ik had nu geen zin om. Om het tosti-ijzer te pakken. En de pannen stonden nog op het aanrecht. Want Jeroen had met die slotten de pannen gebruikt. Dus ik dacht, nou, even snel gewoon die pan. Scheelt voor afwas.
Dus die ben ik nu even lekker aan het bakken. En dan heb ik eigenlijk gewoon een soort van gebakken ei met mozzarella. Dat is het eigenlijk. Met een beetje kruiden erdoor. Dus dat ga ik zo lekker eten. En dan ga ik even rustig zitten. En dan ga ik dat eventjes lekker opsmullen. Goedemorgen allemaal. Het is hier, sorry voor mijn haar. Maar... Ik leg hem nog even tempo. Schudden, schudden, schudden. Ik zie hem heel enthousiast. Oh, het gaat de hand ook wakker. Want ja, er hangt hier iets aan de deur. Maar er staat geen naam op. En Islotte en Xaro hebben al een cadeautje in de schoen gehad. Maar het is ook van mij, want ik heb eigenlijk geen cadeautje in mijn schoen gekregen. Ja, maar je krijgt niet elke dag een cadeautje. Ja, maar ik had gisteren wel een cadeautje in mijn schoen en geen cadeautje. Sinterklaas moet toch nog alle kindjes? Ik had niet elke dag hier langskomen. Ja, maar mama, cadeautjes, hè? Gisteren, hoe kan dat als er wel cadeautjes zitten, maar geen cadeautjes? Dat kan toch niet? Dat kan niet! Dat kan gewoon niet! Ze is helemaal hyper de pieper, maar kijk wat hier hangt. Slash, ja, hangt. Kijk, ja. Kijk. Even hangt hier een heel groot pak. En oh, daar hangt er ook nog een achter. Dat is voor ons. En er ligt er ook nog iets op de grond. Twee brieven. Openmaken. Ja, mag ik dan openmaken? Nee. Misschien is het voor papa en mij. Papa, kom je even kijken dan? Hè? Mes nodig? Of niet heel te vastplakt allemaal? Jawel, mes. Ik bedoel even dat. Oh, doe maar. Nee. Het is plakband. Een plakband. Dat zeg ik niet mee. Lieve papa! Nee! Ben nodig tot Piet. Ik ben met jouw hulp bij deze. Op optreden. Optredens. Wat staat hier? Erg blij. Daarom benoem ik hierbij. Oké. Wat is er? Jeroen Paul Heijmans tot. Zijn er cadeaus voor mij? Oké, lees maar. Nee, lees jij maar. Nee, ik ja, moet... jij moet nee, lezen. Nee, dit is voor jou te zien. Lees jou. Maar. Jij moet lezen. Ik ben kale Baspiet. Dit is mama. Je ontvangt hier bij deze zak een officieel... Pietenpak. Dat is die van mama. Dag hoor, Sinterklaas. Dit is van mama. Dit is voor mij. Okay. Ja, mijn. Ben je nou tot Piet benoemd? Ik ben Piet! Oh nee! Ik ben Piet! Hier! Auw! Hij gaat gelijk gepeperoten strooien. Wel! Dan is die voor mij. Zal ik hem openmaken? Isabelle Charlotte Heijmans. Echt niet! Ja! Ik ben ook Piet! Nee, is van mama. Hier, mama, heb je als nu je strooigoed hoor. Islotte. Is er wel koolhydratarm? Nee, we gaan strooien, niet eten. Benoemde tot Piet. Islotte met haar wonelijke... Met haar... Islotte met haar vrolijke snoet. Dansen kan ze heel erg goed. Daarom benoem ik hierbij Isabelle Charlotte Heijmans tot Piet van de Dans. Zij ontvangt hierbij in deze zak een officieel Pietenpak. Dag hoor, Sinterklaas! Gisteren in het Sinterklaasjournaal, wat was er ook aan de hand? Ja, dat heb ik nog niet gezien. Wat is er aan de hand?
Ze hadden pieten nodig, omdat ze te weinig pieten waren. Ja, eindelijk! Ik had nog geen pietenpak. Krijg jij nou echt een pietenpak? Ik heb een zwart pietenpak. Nee, je hebt de hoes. Oh, en omdraaien dan? Laten we eens daar even kijken. Geluksvogel, papa. Ik heb eindelijk pepernoot proeven. En chocolade eens voorproeven. Wat is dit? Oh, oké, laat maar. Wie moet ik aan? Wie moet ik aan vandaag? Wie? Wie moet ik vandaag aan? Nee, ik heb vandaag nog een pieter geen op school. Volgende week. Ik moet er vandaag aan naar school. Papa, die moet ik vandaag aan naar school. Wie is dit? Een muts op. Ik ben echt een pie. Oh, wat is die mooi. Nou, stap er even in. Ik ben echt een Piet. Even voorzichtig, ook een binnenrokje in. Petticoat zie ik. Nou, aan het trouwen, petticoat. Tweedel, 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 tweet. Oh, wat is die mooi. Even niet. Oh, is mijn muts. Nee. De capuchon. Hier. Even los. Ik ben nog niet. Oh, wat is die mooi. En de goede maat. Aanhouden. Nou, zou die voor papa ook de goede maat hebben dan? Wat mijn muts. Papa, laat jouw pakje zien. De grond. De bank bedoel ik. Oh, papa. Kijk eens. Kijk erbij. Nou, even de jas te trekken natuurlijk, hè. Oh, mijn knoopjes. Ja. Yeah. Oh, ik hoop dat die past ook voor papa. Toen moeten we mee naar Spanje. Nou, is het niet zo erg? Kunnen we bij opa op bezoek? Ja! Kijk aan de broek! We zouden ook Pietje in Nederland blijven dan. Ja! Moet ik... Wacht! Mag ik dan weer dat... Past papa. Dit past. Papa, ga je zo... Volgens mij gaat papa en ik in het grote pietenhuis wonen. En want gaat papa weg met hun vader TTH. Oh. Zo, en dan komt een broek erbij. Zou die ook passen, die broek? Ja. Of zijn mijn birkjes te klein ervoor? Zo dik bedoel. Pardon? Kijk nou. Papa is heel stijf hiervoor. Papa, echt een piet. Maar papa, hoe heette jij nou? Kale Baspiet. Kale Baspiet? Ja, ik speel de bas en ik ben kaal natuurlijk. Oh, natuurlijk. Ja, de bas is het instrument wat papa speelt. Hé. Hey. Oh. Paas. Ik heb voor Sinterklaas een microfoon gevraagd met een hoesje. Met een microfoonhoes. Daar heb je nog niks aan. Met Danspiet. Geen Stinkpiet. Ja, met Danspiet die zingt ook altijd. Nou, ga eens bij elkaar staan. Heb ik ook roze? Ik wil paars, maaskleur. Nou kom je, Piet. Wow. Piet. Wij zijn lekker Piet. Ah, gelijk. Ik ga lekker pepernootsnoepen. Nee, schoen pakken! Je kan al goed strooien, dat hoef je niet meer te oefenen. En je hebt al heel vaak je pietendiploma gehaald. Oh. Dan Piet. Kijk, en wat hebben we daar? Pietendiploma van vorig jaar op school. Ontdekend door Sinterklaas. Ja. Nou, dit hoef ik ook niet meer te oefenen. Nee, nou ben je een echt Piet, hè. Wauw, Iselotte. Dit moet ik aanhouden. Nooit meer uitdoen. Dat is wel mooi hoor. Hé, mama. Ja.
Ik had per ongeluk dit dingetje eraf gehaald, maar het zit er weer op. Aanhouden, aanhouden. Wauw, echt heel mooi. Haar kan af. Nou, de rust is een beetje wedergekeerd in huis. Iedereen, nou, ik geloof ik zou nog boven is, maar de rest is allemaal naar school en naar kantoor. Ik heb ondertussen even natuurlijk lekker koffie gezet. En ik heb lekker mijn ontbijtje gemaakt. En ondertussen ga ik beginnen aan mijn werk. Dus ja, was even een hectisch ochtendje zo. Met de benoeming van twee pieten hier in huis. Maar goed, wel natuurlijk superleuk. En dan ga ik snel aan het werk. Nou, ochtendwerken zit er lekker op. En wij gaan lekker uitsmijter eten. En Xarno eet gezellig mee. En Islotte is gezellig mee aan het eten. Jeroen is helaas op kantoor, dus die moet de uitsmijter vandaag missen. Helaas, een ander keertje maken we voor hem weer een uitsmijter. En nu gaan we even lekker eten. Nou, we zijn even weer een sprongetje in de tijd. Ik, vanochtend hebben we nog gefilmd dat Islotte en Jeroen benoemd werden tot Piet. En inmiddels is de droom over, om het zo maar te zeggen. Ik weet niet of misschien jonge kinderen meekijken. Maar ja, de eagle has landed, zullen we maar zeggen. De kogel is door de kerk. Het was ineens, ging het heel snel. Ze kwam uit school en ja, eigenlijk niemand is daar nog in de ban van, zo maar te zeggen. En ja, zij nog wel. En ja, daar werd ze een beetje steeds mee gepest. Ja, dat is natuurlijk ook niet leuk. Dus toen vroeg ik haar eerst van, wil je gewoon weten hoe het verhaal precies gaat? Hoe het in elkaar zit? Toen zei ze eerst, nee, ik wil het niet weten. Toen dacht ik, ah, als je dit zo zegt, dan weet je eigenlijk wel. Dus dat hebben we even lekker gegeten. En toen begon ze er weer zelf over. En ja, het plaatje werd toch niet helemaal duidelijk, denk ik, in haar hoofd. En toen zei ze van... één moment. Hallo, ik ben echt op vandaag. Was het net te vertellen aan de vlog? Wat? Ik zat het net te vertellen aan de vlog. Doei vlog, doei normaal. Ze gaat even bij het buurmaatje spelen. Dus ja, nou goed, toen vroeg ik nog een keer aan haar van... Wil je weten hoe het verhaal echt gaat? En hoe het in elkaar zit? En toen twijfelde ze eigenlijk een beetje. En toen moest ze wel even huilen. Ja, toen heb ik vooral met haar gesproken over alle leuke dingen die ze nu wel kan doen. En nou ja, toen zo langzamerhand, toen kwamen er heel veel vragen van... Oh, hoe zat dat toen met dat? En hoe was het toen met zus? En... Dus daar heb ik antwoord op gegeven. En ja, nu is ze eigenlijk heel blij en heel vrolijk. En ja, vindt het eigenlijk... ja, voelt ze zich groot of zo. Echt dat ze nu bij de grote kinderen hoort. En ja, dus het is gewoon goed zo. Dus ja, ik had het eigenlijk niet zo echt ineens nu verwacht. Helemaal niet na vanochtend. Maar ja, het idee was waarschijnlijk toch iets te onwaarschijnlijk of zo. Ik weet het niet. Maar goed, wij hebben altijd met heel veel plezier altijd grapjes en grolletjes met de kinderen uitgehaald. En nou ja, ik denk niet dat dat verandert. Dat zullen we nog doen. Weer een fase over in ons leven. Dat is wel een gek idee. Het is toch de mate dat de kinderen groter worden, merk je dat dat soort dingen toch steeds meer... weet je, dat je ook van die dingen hebt die je dan afrondt of zo. Maar goed, daarvoor openen ook weer nieuwe deuren. En kunnen we inderdaad gaan kijken of we spelletjes kunnen doen. Of dat we, ja, surprises kunnen doen misschien. Maar goed, dat gaan we allemaal wel zien. Dit jaar sowieso niet. Dit jaar doen we gewoon lekker nog met de zak van Sinterklaas. En dan komt het helemaal goed. Ik heb net nog even mijn hulpdienst taakjes verricht. En zoals jullie weten is er iemand bij ons hier in de buurt waar het niet zo goed mee gaat. En met een aantal mensen zorgen we een beetje voor de diertjes die ze hebben en het huis. En dat, ja, dat dingetjes gewoon een beetje op rolletjes gaan.
En ja, dus dat heb ik net weer even, even een wasje gedraaid. Er lag nog wat kleding dat nog gewassen moest worden. En nog even wat vuilniszakken weggegooid. En anders gaat dat natuurlijk zo stinken als dat maar in het huis ligt. Dus dat, ja, gisteravond ben ik ook nog naar het ziekenhuis geweest om haar even te bezoeken. Dus ja, dat slurpt ook wel wat tijd op, maar dat doe ik met ontzettend veel ja, toewijding, hoe zeg je dat? Ik vind het gewoon heel fijn dat ik dingetjes kan doen. Ik heb dat altijd, als er iets gebeurt, dan ben ik altijd heel erg in de ik wil iets doen modus. En ja, ik kan iemand niet beter maken. Ik kan iemand niet verzorgen in de zin van verpleging geven of wat dan ook. Maar ja, ik vind het dan wel altijd fijn als ik gewoon, ja, weet niet, herkennen jullie dat? Gewoon het gevoel dat je iets wil doen, ook al kan je niet iets doen. Ik kan haar, dus, ja, we hopen gewoon dat het allemaal heel erg meevalt. En dat ziet het wel naar uit, gelukkig. Maar ja, ze moet toch nog even een tijdje in het ziekenhuis blijven. Maar ik vind het dan gewoon, ik wil dan iets kunnen doen voor iemand. En nou ja, op deze manier kan ik een beetje bijdragen door in ieder geval een beetje te zorgen voor het huis. En de plantjes water hebben en het huis gewoon een beetje, ja, een beetje verzorgd blijft, zeg maar. Als er natuurlijk niemand inwoont, dan, ja, ik weet niet, dan is het maar zo'n leeg huis. Dus ik loop af en toe naar binnen, dan lijkt het ook nog een beetje bewoond. Doe af en toe de lampjes aan en uit, dat soort dingen. Dus heb ik net nog even gedaan. Nu ga ik denk ik gewoon even lekker, want die slot is nu even bij het buurmeisje spelen. Ik moet eigenlijk opruimen, want het is hier weer een beetje een troep. Er ligt daar nog inpakpapier en zo van vanochtend. Maar daar heb ik even geen zin in. Ik ga nu even nog even iets vreubelen, want ik mag nog een verjaardagsslinger voor iemand maken, voor een collegaatje van mij. Haar zoontje is binnenkort jarig en ze heeft gevraagd of ik dan een verjaardag, of missen, heb ik eigenlijk aangeboden. Oh, dat vind ik wel leuk, zal ik een slinger maken? Want ze was op zoek naar iets. Ze zegt, oh, ik denk dat ik dat wel kan maken. Dus daar ga ik denk ik maar even aan werken. Want het is best wel een klusje, dus dat ga ik denk ik even lekker doen en even lekker ontspannen vreubelen. Dat heeft niet echt een deadline. Ik wil, als ik iets voor iemand maak, wil ik het vaak toch graag zo snel mogelijk af hebben. Maar ja, dit is niet iets wat morgen af moet. Dus dan kan ik denk ik ook wat meer ontspannen en rustiger aan werken. Dan wil ik graag iemand graag zijn spulletjes toesturen. En moet leren om daar wat meer rust in te vinden. Maar goed, nu ga ik dus dat even doen. En dan zien we wel weer verder hoe de dag verloopt. Voor je het weet ben ik ineens weer onderweg, want dat was gisteren ook zo. Dus we gaan maar even kijken hoe het loopt. Ik werd gevraagd om de camera erbij te pakken. Heeft het geklopt? Wie is daar? Oh, kijk nou eens wie daar binnenkomt. Wie is dat nou? Piet! Hallo! Piet is Hallo Piet! Kom jij een pakje brengen? Er staat op mama. Mama? Is dat pakje dan voor mij? Nee, als jij de mama bent, dan denk ik dat die voor jou is. Ja, ik ben hier de mama in huis. Maar wil ik jullie eerst weten wat mijn naam is? Ja, wat is jouw naam? Op het lijstje stond de Piet van de dans, dat betekent danspiet. Danspiet? Kan je dan ook mooi dansen, Piet? Laat eens zien. Ik zet even een knopje hier voor, hoor. Oeh, nou jij kan zeker mooi dansen. Maar wie is dat knopje, want die doet heel erg gek. Ik ben het dansen. Oké. Maar ik denk dan dat deze voor jou is. Nou, dan ga ik zo. Zal ik even proberen te filmen? Want ik doe soms ook filmpjes. Ben je ook een vlog, Piet? Ik heb soms wel moeten vloggen. Oké. Okay. Nou, een vlog. Nou. Zo, dat is waar, hoor. Oké. Zo. Dus dan moet ik Koele Piet in het beeld houden. Maar ik krijg nu al een pakje, niet eens in mijn schoen. Ja. Dat is ook zo'n pakjesavond. Ja, het is ook zo'n avond.
En dit is niet echt voor overdag, meer voor 's avonds. Dus daarom zei je of Piet, bedenk het maar gewoon langs. Oh. Wat is het eigenlijk? Ik weet het niet, want ik heb het niet ingepakt. Heb je het niet gekocht dan, Piet? Nee. Nee? Hoofdpiet heeft alles gedaan. Hoofdpiet. En de pakjespiet. Dat is de kalebaspiet die het gedaan heeft. Ja. Die het geregeld. Ja, de kalebaspiet. Hoe ken je die? Ja, heb ik wel eens gewoon langs horen komen. Maar hier ben ik heel blij mee. Wat is het? Dit zijn... Naar de kamerstoel, Piet, we gaan naar de groente. Dit zijn lekkere worstjes. Mag ik dus ook een hapje proeven? Een hapje? We zijn goed in de zak kijken dan. Oei, kijk eens wat hier in zit. Ja, ik ga hem maar kijken. Daar blus je. Blus je die? Ben ik een wild? Blus je die? En vraag of het wild is. Ja, je bent een wild. Dat doet wel zoals een Piet, heel vies. Nou. Nou, lekker Piet, dus Sinterklaas, dank u wel. Daar ben ik heel blij mee. Oh, wil er ook iemand snoepen? Nou, ik ga er weer vandoor. Doeg! Doei! Dag Piet, dankjewel hè! Ik ga eens meenemen. Een snoepje. Doe je de groetjes aan Sinterklaas en andere Piet? Ja, en... Ik neem deze mee. Dan is het inmiddels donderdag. Het is ondertussen al bijna... halverwege de ochtend of zoiets. Ik ga dus hierbij deze vlog afsluiten. Super tof dat je gekeken hebt. Doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal hier beneden als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je hopelijk heel gauw weer bij de volgende video. Doei doei!